Slecht werkende aderen of een minder krachtig pompend hart kunnen ervoor zorgen dat er vocht in uw benen blijft staan. Hoe zit dat precies? Uw hart pompt het bloed via slagaderen uw lichaam in. Maar dat bloed moet ook weer terug naar het hart. Dat gaat via de aderen in uw benen, de spieren in uw benen en de aanzuigende werking van uw hart. Door uw beenspieren te bewegen met lopen of fietsen, drukken de beenspieren steeds tegen de aderen, waardoor het bloed wegstroomt. In de beenaderen zitten kleppen die ervoor zorgen dat het bloed alleen omhoog kan stromen, terug naar uw hart. Beweegt u weinig, worden uw beenaderen slapper en werken de kleppen in uw beenaderen niet goed, dan stroomt het bloed minder goed terug naar uw hart. Er komt te veel bloed in de beenaderen. Daardoor wordt er vocht door de wand van de beenaderen naar buiten geperst. Dat komt tussen de spieren en onder de huid van uw benen. Soms kunt u dan een kuiltje in uw been duwen, wat even blijft. Hetzelfde gebeurt als uw hart minder goed pompt. We noemen dat hartfalen. Ook bij hartfalen kan er bijvoorbeeld vocht in uw benen blijven staan. En we zeggen dan wel dat iemand vocht vasthoudt. Hartfalen komt door een jarenlange hoge bloeddruk, door een hartinfarct of door een lekkende hartklep. Als u bij de huisarts komt met vocht in de benen, zoekt de huisarts uit waar het door komt. Ligt het aan de spieren en aderen in uw benen, dan is het goed om minstens een half uur per dag te wandelen of fietsen, als dat kan. Zorg ook steeds dat u niet te lang rechtop stilstaat. Heeft u wel vocht in uw benen, leg ze dan hoog als u zit. Of kijk of steunkousen iets voor u zijn. Bij hartfalen krijgt u meestal medicijnen en moet u regelmatig voor controle naar uw huisarts. Een gezonde leefstijl is dus belangrijk om het bloed in uw lichaam goed te laten stromen. Dat betekent gezonde voeding, liefst geen alcohol, voldoende bewegen als dat lukt, niet roken en zo nodig afvallen.